Het houdt niet op. Nee, niet vanzelf. Ik dacht, ja, maak me weer eens een videootje. Want ja, ik lig al vanaf december stil. Slagharen was de laatste video die ik gemaakt had. Ja, ik kan ook niks maken, net als iedereen. Ik bedoel, alles is dicht. Hè? Pretparken zijn gesloten, kermissen zijn gesloten, zwembaden zijn gesloten. Zelfs de speeltuinen zijn dicht. Dus zelfs daar kan ik niet naartoe. Ja, het is gewoon KUT met drie grote hoofdletters. En niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Dus dit kanaal ligt gewoon echt stil. Ik zat wel een beetje te zoeken naar ander content. Wellicht dat ik daar nog op terugkom. En ik heb wel iets leuks gedaan tussendoor. Ik heb een zwembad gedaan in coronatijd die speciaal voor ons geopend werd. Dus dat is dan wel leuk. Voor Koelhuis zijn we nog naar een grote indoor speeltuin geweest. Een speelparadijs met trampolinepark en klimpark. Het is dan wel niet echt een attractiepark of een kermis of een zwembad. Maar wel in de rand van noem ik dat vaker. Alleen voor Koelhuis misschien wel leuk om dat te bekijken met de kindjes. Maar ja, nu voor mezelf extreem reizen. Ik had heel veel dingen willen doen. Maar ja, alles ligt gewoon, ja, gewoon stil. Dus ja, ja, ik kan een heel lang verhaal gaan houden. Maar ja, het is voor iedereen KUT. Tenminste, alle ondernemers die een eigen zaak hebben. En ja, gewoon niet open mogen vanwege de corona. En dat zijn er nogal wat. En het is hartstikke krom waar we mee bezig zijn. Daar kan ik wel een beetje over uitweiden. Want ja, ik ben zo'n wappie. Hai. Maar ja, weet je wat het is? De Action mag dan niet open. Tenminste, ondertussen wel. Per 10 minuten. Of je moet 10 minuten lopen. En dan mag je 3 mensen in de winkel hebben of zo. Dat is helemaal niet voor zo'n grote winkel. En daarnaast zit dan een supermarkt. En daar lopen ze elkaar echt ondersteboven. Weet je, het is er ook niet uit te leggen. Ook naar de exploitanten niet, weet je. Dan ook wat we toen hadden, de kermissen niet. En de prepparken wel. Het is er gewoon niet uit te leggen. En wat is dan zogenaamd noodzakelijk? Wielrennen gaat dan wel door. Ja, blijf alsjeblieft thuis. Nou, al die mensen trekken er dadelijk gewoon erop uit. En die gaan gewoon staan kijken. Wat ga je doen? Al die mensen naar huis knuppelen. Schaatsen bijvoorbeeld ook. Er ging allemaal het ijs op. Weet je, en die mondkapjes ook, sinds dat die mondkapjes er zijn, hebben we alleen maar meer besmettingen. Dus hoeveel effect hebben die mondkapjes dan gehad? Weet je, maar ja. Ja, dit soort gesprekken voeren we onderling allemaal, dus ik zal jullie daar dan verder niet meer mee vermoeien. Ja, voor dit jaar, ja, ik wilde eigenlijk dus die zwembadvideo, ja, gaan uploaden. En daarna gewoon iedere week een video uploaden zoals ik dat eigenlijk altijd doe. Gewoon elke week een review van Koetje. Alleen ja, als ik die nu upload, dan heb ik misschien 4-5 weken weer niks. Dus ik heb hem heel even zitten bewaren, maar ik denk dat ik hem toch ga uploaden. We hebben in ieder geval iets om naar te kijken. Is er in ieder geval weer één videootje online gekomen. Maar ja, het is allemaal een diep trieste bedoeling waar we tegenwoordig in leven. Het is echt... Ik vraag me ook af hoe lang we dit gaan volhouden, want de kermis staat echt op de afgrond. En niet alleen de kermis, Efteling gaat het ook helemaal niet zo goed mee. Weet je, nu zal de Efteling, als het failliet gaat, wel weer opgekocht worden door een of andere investeerder. Dat zal wel overeind blijven, maar ja, de kermis, dat is echt een probleem. Dat is echt gewoon cultuur wat dadelijk verloren gaat. Ik heb er eerlijk gezegd nog weinig tot niets mee gedaan, omdat ik zelf nog in scheiding lig, zoals jullie weten. Dus dat kost ook tijd. Moeite. En ja, jullie zien wel hier een heel mooi achterwandje die ik altijd bij me heb. Ik zit dus nu in een vakantiehuisje. Ik ben hard op zoek naar een woning. Er komen demonstraties aan. Ik had er wel over na zitten denken om te gaan filmen daar, om daar deel aan mee te doen. Maar ja, ik heb genoeg eigen problemen op dit moment die ik even zelf moet gaan oplossen. Dus ik steun de kermis uiteraard natuurlijk wel, zoals elk ander van jullie die kermisfan is. Maar ja, goed, uiteindelijk ja, of we dan op de barricade gaan staan of dat zin gaat hebben, dat vraag ik me ook af, weet je. Ik bedoel, natuurlijk moet je een tegengeluid laten horen, maar ja, of het echt effect heeft. Ik bedoel, er staan iedere week staan er mensen op een museumplein en elke week wordt het museumplein schoongeveegd. En dat zijn dan allemaal wappies. Ja, goed, als je niet met de overheid eens bent, dan ben je een wappie. Ik bedoel, je moet alles wat hun zeggen, moet je als waar aannemen en goed gelovig zijn. En als je dan een beetje afwijkt, anders bent, dan ben je gek, dan ben je een wappie. En nou ben ik niet met alle wappies eens, hoor, daar niet van. Maar kritische vragen, die mogen wat mij betreft altijd wel gesteld worden. En daar moet je ook gewoon antwoord op geven. En hoe stom de vraag misschien ook is soms. Ja, je moet er wel gewoon antwoord op geven en als wegzetten als wappie. En er geen aandacht aan besteden en neerzetten als dom. En dat, nee, dat vind ik niet de juiste manier. Neem dat 5G-netwerk dat mensen serieus denken dat je daar, ja, als wapen gebruikt of als ja, dat soort dingen. Daar geloof ik ook allemaal niet in. Maar ja, als mensen daarnaar vragen, dan moet je dat wel proberen uit te leggen. Ja, dat is toch ook de taak van de overheid en van de politicus. Dat is je werk. Proberen de mensen uit te leggen hoe het zit.
Maar ja, goed, daar falen ze wat in. Want ja, anders staat het museumplein niet elke week vol. En natuurlijk, de wetenschappers onderling hebben allemaal ook strijd. Omdat, zeker met de coronavirus, we eigenlijk helemaal niet weten waar we mee bezig zijn. We doen maar wat. Zoals dus de mondkapjes invoeren. Had het effect? Nobody knows. Ja, ze zeggen wel, als we de lockdown niet gedaan hadden, hadden we 41.000 mensen hadden dan gestorven. Nou, hoe weet je dat dan? Denk ik dan. Hetzelfde als dat weersvoorspelling. Ja, morgen wordt het mooi weer. Nou, dat kan eens goed plannen. Het is een verwachting, ja. Voor hetzelfde waren er geen 41.000, maar 20.000. Goed, er zijn nog steeds veel mensen, maar wel de helft van wat ze dan voorspellen. Weet je, niemand kan in de toekomst kijken. Maar ja, goed, ik wil daar niet al te ver over uitwijken, anders krijgen we daar weer een discussie over. Het is gewoon kut dat je ziet dat de hele kermisbranche gewoon naar de kloten gaat. En dat is juist eigenlijk onze hobby. En niet alleen de kermisbranche, ook de pretparkbranche. Want ja, ik zeg nu wel heel makkelijk, ja, als de Efteling viert, zal er een investeerder komen. Ja, Efteling wel, maar stel dat een Hellendoorn, een kleiner parkje. Valkenier bijvoorbeeld, die zit dus echt over te twijfelen om de deuren voorgoed te sluiten. Ja, het is toch zonde. Het is toch een leuk familieparkje voor hier in de omgeving. In Zuid-Limburg gaan er veel mensen naartoe. In dit soort parkjes heb je meer in Nederland. En we hebben laatst hebben dat Sibranci Park was, dat helemaal verplaatst werd. Er werden alle attracties uit het pretpark weggehaald. En dat werd dan ergens anders weer opgebouwd. Dus dan een heel attractiepark weer verplaatst. Ja. Ja, mensen zien het toch brood in en doen de moeite om het overeind te houden. Maar nu met corona, het is gewoon uitzichtloos. Dus ja, wie gaat er dan nog geld in investeren? En ja, de ontslaggolf en de schade die nu wij maken, die komt later, zeg maar. Dus we komen nu door de corona heen. Maar ik heb bijvoorbeeld met de pretparken gesproken. Waarbij ze zeiden van ja, nou, we hebben nou zoveel schade. Zoveel van onze investeringsgeld, zeg maar. Hè, spaargeld, hoe noem je dat? Budget is verdampt aan corona. Ja, dat moet toch weer terug op orde gebracht worden. Nou, voordat je dat bij elkaar hebt, dan ben je weer 5 jaar verder. En in die tijd worden er toch bezuinigd, reorganisaties en dat soort dingen. En bezuinigingen, bijvoorbeeld investeringen voor nieuwe attracties. Eerst zijn die nieuwe attracties geloof ik al uitgesteld. Maar er zijn al diverse bedrijven die al reorganisaties hebben aangekondigd die nog plaats gaan vinden. Dus al zouden we zeg maar per morgen stoppen met die hele lockdown, die schade die is zo groot. En dan kan de overheid wel zeggen, ja, we helpen je. Ja, dat klinkt allemaal mooi, maar het is allemaal een aalmoesje hoor, die mensen krijgen. Allemaal gewoon een aalmoesje. Dus ja, het is gewoon een slechte situatie. Nou ja, ik heb er dus ook mee te maken. Maar goed, ik wil niet altijd klagen, want ik heb het wat dat betreft niet eens zo heel slecht. Ik heb gelukkig geen attractie van 500.000 euro in de schuur staan die nog even afbetaald moet worden. Terwijl de keuring en het wagenpark en weet ik veel wat allemaal moet betalen, personeel, nou goed, dat zij nog eventueel kunnen ontslaan. Maar ja, goed, als je gewoon vaste mensen wit in dienst hebt, ja, die hebben gewoon contract, die moet je toch gewoon betalen, weet je. Dus maar goed, dan blijven er nog genoeg kosten over als je die mensen niet hoeft te betalen. En die mensen, die hebben ook geen werk meer. Die hebben misschien ook een vrouw en kinderen of een vrouw met een man en kinderen, ligt er net aan hoe je bekijkt. Ja, het is allemaal zo, ja, naar mijn inzien is het nog steeds zo onnodig. Maar ja, de hele wereld is ermee bezig. Ik ben maar een wappie. Maar goed, laat ik het zo zeggen, als ik aan de macht was, ging het heel anders eraan toe, mensen. Maar ja, voor dit kanaal, dit jaar, ik zal die ene video even uploaden. Daarna is gewoon afwachten hoe het van de zomer gaat lopen. Of we dan inderdaad meer vrijheid krijgen, die vaccinatie. Hè, dat was ook zoiets, eerst was het van ja, zoveel IC-bedden, toen was het een erg getal. En dan zouden we vrijgelaten worden. En dan was het een vaccinatie, hè, vaccinatie macht vrij. Ik zie al die dingen wel op Facebook, vind ze allemaal wel erg leuk. Maar goed, we hebben nu vaccinaties en we zijn nog steeds niet vrij. Dus zodra iedereen weer gevaccineerd is, gaan we maar van mij jongens, we zinnen wel weer wat anders om je thuis te houden of om een lockdown te hebben. Het is ook niet de bedoeling dat wij vrijkomen. Ik heb niet echt het idee, ja, dan kom je wel aan, de greatest reset, dat ze dan zeggen. Nou, dat weet ik ook nog niet, maar ja, ik weet niet. Ik moet even nagaan welke mensen hebben belang bij deze lockdowns, de hele wereld in lockdown te krijgen. Er zijn natuurlijk altijd mensen die hier belang bij hebben. Ja, en die zijn gewoon verdacht. Heel simpel. Kijk, ik geloof wel dat corona bestaat. Ik heb het zelf inmiddels ook gehad. Maar ja, ik heb het overleefd. Ja, weet je, sorry, maar met alle respect. Maar dan vind je een ziekte als kanker of ziekte als AIDS, vind ik veel erger dan corona. En natuurlijk, corona is veel besmettelijker. Dus ja, meer mensen kunt het ook krijgen. Maar als je dan inderdaad gaat kijken van mensen die 80 zijn overlijden, zo vervelend, maar die gaan een jaar later dood aan griep. Weet je, dus ja, dan wordt je leven met een jaartje verkort.
Ja, weet je, dan kan je zeggen, ja, als jij dan zo oud wordt, weet je, dat soort discussies allemaal. Ja, weet je, uiteindelijk weet je, we kunnen discussiëren en onze meningen vertellen wat we willen. Maar het schiet toch niet op, daar hebben we toch niet voor te zeggen. Ja, als we gaan stemmen, dan mag je het even zeggen. Maar dan mag je stemmen invoeren op een partij en dan zeggen ze dit voor de verkiezingen en dan zijn de verkiezingen geweest en dan doen ze dat. Dus uiteindelijk heb je toch niks te zeggen. Dus ja, we zien het wel. Ik vond het leuk om jullie even gesproken te hebben. En ja, ik ga in ieder geval verder met mijn scheiding en een woning zoeken. Coolife heb ik wel inmiddels teruggekregen voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben. Coolife gaat er wel gewoon door. Die is inmiddels ook gewoon bezig. Dus dat vind ik wel fijn. Indirect is dat natuurlijk ook een steunpilaar voor Extreemreis. Dus ja, nu heb ik nog steeds wel inkomsten van Coolife, ondanks dat Extreemreis stil ligt. Wellicht hebben jullie nog ideeën wat ik kan doen. Top tientjes, terug in de tijd, speciale attracties, misschien nog een verhaaltje erbij, een soort werkstukje maken. Dat heb ik eerder ook nog wel eens gedaan, mini-specials. Toen was het dat ik dan in de attractie ook bijvoorbeeld naar de bedieningspaneel liet zien en zo, dat ik allerlei dingen zie. Wellicht is het misschien wel leuk een soort spreekbeurtje te maken. Vind ik zelf eigenlijk ook altijd wel leuk. Wikipedia's lezen bijvoorbeeld over, nou, noem eens wat, de Eurostar, die al een tijdje bij ons vandaan is. Daar heb ik nog beelden van. Mooie grote achtbaan. Dat zijn toch wel de iconische attracties uit het verleden. Ja, die tijdperk is echt gewoon voorbij, mensen. Ik hoop bijvoorbeeld ook met die lockdown nu dat Olympia Looping en Hullenblitz en Alphinabaan dat die het overleven. Want ja, laten we eerlijk staan zijn. Als Herne en als Düsseldorf dit jaar weer niet doorgaan en Oktoberfeest, dan hebben dat soort banen hebben toch echt gigantische inkomsten. Ja, missen ze gewoon. Ik weet eigenlijk ook niet hoe het. Ja, ik ben ook een heel klein beetje uit, moet ik eerlijk bekennen, met die forums. Maar wat ik al een paar keer gezegd, dat komt echt om mijn privé-situatie. Ik hoop het dadelijk allemaal weer een beetje op de rails te krijgen. Dat ik weer een beetje lekker in mijn vel ga zitten en dat het allemaal wat beter gaat. Ik ben er hard mee bezig in elk geval. Dan heb ik ook meer tijd om gewoon simpel die fora's door te lezen en te kijken van wat er dan gezegd en gesproken wordt. Maar ja, ik kan me heel goed voorstellen dat Olympia Looping bijvoorbeeld dit niet gaat overleven, deze lockdown, deze crisis. En ja, dan ben je toch echt wel weer een paar grote achtbanen weer kwijt, hè? Hullenblutz, Alphinabaan en Olympia Looping. Ja, en misschien ook zelfs de grote wildwaterbanen. Laten we eerlijk zijn, toen er geen corona was en gewoon nog, ja, goede economie. Wildwassen draaien heeft ons ook verlaten, hè? Van Lowenthal. Dus het was niet alleen dat Eurostar wegging, maar ook Wildwassen draaien. Er gingen natuurlijk al wat grotere banen weg. Kijk, die Friller die vroeger er was. Ja, die werden gewoon vervangen voor de nieuwe grotere banen. Olympia Looping, de Funfair Looping is eraan overgebleven. Maar Friller had geloof ik even uit mijn hoofd hoor. Vier loopingen. Vier keer over de kop. Nou, de Draaier Looping en de Tappen Looping en de Looping Star. Maar dan ga je heel ver terug in de tijd. Ik denk dat ja, de filmverlooping is gewoon de maximale haalbare geweest. Er komt geen grotere achtbaan meer op de kermis als de Olympia Looping. Dat geloof ik niet meer. Die tijden zijn echt voorbij. Ja, dat is zonde, want het is echt gewoon mega om zo'n attractie te zien. Hoe dat op transport gaat, op de trein, hoe dat opgebouwd wordt. Zeker als het van Düsseldorf naar Herne gaat, dat je dan gewoon ja, echt af en aan gereden wordt met die baan. Ja, dat was wel echt kermis. En of dat nog na de crisis zo is. Weet je wat, we kunnen het dan misschien nog wel overleven. Maar dat zijn dan wel echt de standaard ja, goed verdienende attracties die overblijven. Ja, op de kermis ook. Ja, er zijn toch de mensen die meer geld hebben, de grotere attracties. Ja, hoeft niet altijd natuurlijk. Ligt er net aan hoe je met de bank geregeld hebt. Maar in principe, de rijkere kermisfamilies die zullen het ja, sneller gaan overleven dan de iets armere. Ja, kermisfamilies. Dus de dorpskermissen bijvoorbeeld. In het algemeen wordt daar natuurlijk niet zoveel verdiend als in de stad. Er staan al minder grotere attracties. Het pachten zijn natuurlijk wel lager. Maar ja, dat soort reizigers, die zullen misschien nu veel sneller omvallen dan, ja, noem eens wat, een propellertje van Olderman bijvoorbeeld. Ja, dat is toch een veel groter spul. En Olderman is een grote familie, bekende familie. Maar bij ons hier uit de buurt heb je bijvoorbeeld Geven met een draaimolentje. Ja, die doen normaal al die dorpen hier. Ja, met alle respect. Maar ik denk dat meneer Geven niet zoveel verdient als meneer Olderman aan het einde van het jaar. Laten we eerlijk zijn. Dus ja, ik verwacht dan dat bijvoorbeeld zo'n ja, reiziger hier in de dorpen sneller ja, failliet zou gaan dan een grote kermisondernemer zoals de familie Olderman. Maar ja, uiteindelijk weet je het ook niet, want het is wat je onderaan de streep overhoudt. Het is gewoon kut voor ze allemaal. Of je nou in een dorp staat of in een stad staat. Of dat je nou een schietkraam hebt of een hele grote attractie. Het is gewoon kut
voor ons allemaal. En als je het dan nog breder pakt, of je nou een kapperzaak hebt, of je hebt een of andere zaak met modelbouw, of weet ik veel welk winkeltje hebt, het is gewoon allemaal kut. Of als je een YouTube kanaal hebt, is het ook gewoon kut. Want ik zit al heel lang thuis en ik verveel me gewoon de... Maar het is echt, je wordt ook gewoon depressief van dit, hè. Oh, mammetje. En dan heb ik nog geluk, hè. Dan heb ik nog geluk. Want dan ben ik nog met Good Life onderweg. En dan zijn we nog bezig zwemmen. En ik ben nog met de kinderen in de speeltuin geweest. Dus ik, wij als Good Life, hebben dan nog geluk dat we nog in ieder geval iets hebben mogen doen tussendoor. Maar jij als kijker bijvoorbeeld, die zit al weken thuis. Ja, dat is gewoon een kut situatie. Maar ja, hopelijk komen we er snel uit. Maar ja, goed, ja. Kunnen niet in de toekomst kijken. En ja, ik upload binnenkort even die zwemmen video. Ja, en voor de rest, ja jongens, spijt me, vergeef me. Maar ja, ik kan niks anders reviewen. Nogmaals, als je ideeën hebt, top 10 of weet ik wat, bij mensen op bezoek. Nou ja, daar had ik ook wel aan zitten denken, bij exploitant op bezoek. Maar ja, dan krijg je dus het verhaal van ja, ik heb hier een draaimolen staan. Ik heb geen kermissen. Water staat tot aan mijn lippen. Kut situatie. We mogen niet open. Het spul moet wel betaald worden. Vraag maar. Weet je, dan kan je naar A, B, C en D gaan. Ik bedoel, exploitant A, B, C, D. Weet je. Maar ze hebben eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal. Of ze nou een oliebollenkraam hebben. Of als ze nou een breakdance hebben. Dat maakt niet uit. Ze hebben allemaal hetzelfde verhaal. Het is gewoon allemaal kut. Weet je, het is. Maar ja, goed. Als je naar de kapperzaak gaat. Die mogen niet open. Ja, dat is ook kut. Want die hebben ook gewoon huur. En weet ik veel wat ze allemaal moeten betalen. Dus voor iedereen, ja, weet je, nogmaals, iedere onderneming is gewoon slecht. Maar goed, wellicht misschien dat ik wel bij exploitanten op bezoek kan gaan. Misschien met breder content, want ze staan in principe allemaal stil. Nou, bijvoorbeeld nou, hoe veiligheid werkt, dat soort dingen. Ja, gewoon eens kijken in de loods, hoe het een beetje relde. Zelfs dat het even iets informatiever wordt dan ja, corona. Want ja, ik snap dat we allemaal last hebben van corona, maar ja... Om dan iedere week een filmpje te maken. Ja, zoals gezegd met Pietje, Kees en Klaasje. Ja, corona is kut. Dat weten we nou wel. En dat nou ja, zo'n praktisch een beetje de hele kermis open wil gaan. Ondanks dat de corona... Dat snap ik ook allemaal. Weet je, dat hele gezondheid kwestie, discussie. Nou ja, wat ik net ook een beetje aanhaalde. Ja, weet je. Het is makkelijk praten als je in een torentje zit in Den Haag en je krijgt elke maand je geld. Het is makkelijk praten wanneer mensen op het internet zeggen, ja, nee, we moeten binnen blijven, we moeten thuis blijven, is veiliger. Als jouw zaak, jouw baan niet opgegeven wordt, ja, dan is het makkelijk praten als jij gewoon nog genoeg inkomen hebt. Het is makkelijk zeggen van, joh, hè, ja, we blijven binnen, hou maar afstand. Maar als jouw zaak naar de kloten gaat, als jij geen inkomen meer hebt, geen baan meer hebt en jij aan de bedelstaf moet, dan ga je anders denken hoor. En dat merk je wel een beetje op het internet van die moraalridders die zeggen, ja, blijf thuis. En als je dan gaat kijken, het zijn allemaal mensen die gewoon werk hebben. En die ondanks de corona gewoon door kunnen draaien. Ja, dat kun je lekker makkelijk zeggen. En zo, ja, de hele ministers ook, al die ministers, ja, lekker makkelijk praten. Ja, we krijgen ons geld toch wel. En dan moet daar de kraan eens dichtdraaien, de geldkraan. En dan zeg je, ja, sorry, corona, die kunnen niet betaald worden. Moet je opletten hoe zij dan zeggen, joh, we zullen even alles versoepelen, want dan moeten ze toch geld hebben. En dan pak je gewoon iets meer risico in het leven. En het leven is nou eenmaal vol risico. Het is jou niet beloofd dat je morgen nog leeft en leven is dodelijk. En, maar dan wordt het een beetje extreem als één content. De mensen die het vuurwerkkanaal van mij volgen weten een beetje hoe ik erin sta. Ja, weet je, ik bedoel, ik kan hier de deur uitstappen, ik kan mijn auto instappen, hier park afrijden, deelnemen aan de snelweg, aan het verkeer en gewoon door een vrachtwagen hartstikke doodgereden worden, ja. Uiteindelijk gaan er meer mensen dood aan het verkeer dan aan corona. Dus ja, dan moet je je afvragen, moeten we dan nog wel deelnemen aan het verkeer? Want ja, vallen wel vol doden. Maar goed, ik ben al een tijdje onderweg. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop jullie dit jaar echt te gaan zien met echt knallend content, leuk content. Nogmaals excuses, maar ja, hopen dat allemaal gewoon ja, gevaccineerd zijn. Ja, ik zit er ook niet op te wachten. Maar ja, als het eenmaal moet, ja, je wordt toch gedwongen. Nee, je krijgt een vaccinatiepaspoortje, je krijgt een mooi sterretje hier zo, niet gevaccineerd. En dan mag je de kroeg niet in, dan mag je de kermis niet op en dan word je overal buiten gesloten. Dus ze dwingen je wel. Uiteindelijk weet je, ja, ik kan heel grote stoer doen, ik ga hem niet doen. En natuurlijk probeer zoveel mogelijk onderuit te komen. Als het even kan, laat het, maar... Ja, uiteindelijk als het puntje bij paals komt, zou ik hem ook moeten laten zetten. En jij ook thuis. Uiteindelijk dwingen ze ons toch wel. Wat dat betreft zijn we gewoon simpele burgers. Uiteindelijk zullen we wel gehoorzamen. En als het niet vrijwillig gaat, gaat het wel met een beetje dwang. En dat noemen ze dan het Vrije Westen. Ik zou zeggen bedankt en ik hoop jullie de volgende keer te zien. Sowieso de volgende video zie ik jullie in het zwembad. Tot dan!